fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar. Echt waar, meneer de uil? Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland. Gisteren en eergisteren, lieve kijkbuiskinderen, was het bij jullie Pasen. Wij vierden dat Stoffel de Schildpad weer geheel uit zijn winterslaap is ontwaakt. Zo meldt de Fabeltjeskrant. En hoe voelde je je na het opstaan? Een beetje slap na zo'n winter. Maar Greet Koe heeft heel goed voor me gezorgd. Eens per maand heeft ze me wakker gemaakt. En dan ging ik er even uit om wat te eten en vooral te drinken. Ja, toch zal ik je wat versterkend voedsel voorschrijven, hoor. Dat door Chikulama wordt klaargemaakt. Hola, Doc. Ja. Het is zover. Er staat een super maaltijd klaar voor Stoffel. Even later, lieve kinderen, zat Stoffel de Schildpad achter zijn versterkende maaltijd, aangemoedigd door tal van mededieren. Vooruit, Stoffel, het moet op, heeft dokter Meindert gezegd. Laat je niet kennen, schattenbout. Je moet aansterken. Tikitie, ik wou dat ik zo'n passie kreeg. Ik zou er geen moeite mee hebben. Nou, je weet het, hè. Ook een winterslaap houden. Dat is tegelijkertijd erg rustig voor ons in het praathuis. Tikitie, is dit een grap of meen je dat? Je moet er ook veel bij drinken, zei dokter Meindert. Na die prik krijg je ook nog een glas grenadine rood. Nee, dank je wel. Echt hoor, echt. Ik kan niet meer. Vooruit, Stoffel, geen gezeur, door eten. Dit kan nooit goed zijn na zo'n winterslaap. Ik ga naar dokter Meinder toe. Ook Zaza Zebra had hetzelfde idee als Greet Koe, lieve kinderen. Maar Meindert, dit kan nooit goed zijn in zo'n hele maaltijd. Wat zou je dan willen? Eerst een paar kopjes opwekkende kruidenthee bijvoorbeeld. Daarna voorzichtig een paar bruine boterhammen met stroop. En dan, sorry mensen dat ik zomaar binnenkom denderen, maar daar wordt niks daar hoor in Chico's Place. Stoffel de Schildpad is bezig zich ziek te eten. Ik zei het ook net tegen Meindert. Nou, als de dames het dan beter weten dan ik, dan bemoei ik me er niet meer mee. Dan zoeken jullie het zelf maar uit. Goedendag. Nou, je hoort dat, hè? Greta, ik geloof dat we meteen kunnen beginnen. Dokje. Stoffel is uit zijn schild gebarsten. Mira is hem al aan het verbinden. Kom, Greta. Werk aan de winkel. In Chico's Place bleven de dieren beteuterd achter na het plotselinge vertrek van Stoffel. Ach, die arme Stoffel. Uit zijn schild gebarsten. En bijna was hij ook nog door zijn stoeltje gezakt door al dit eten. Hatsikidee, terwijl hij nog niet eens een bordje had leeggegeten. Ik heb alleen maar gedaan wat dokter Meindert zei. Zoveel mogelijk versterkend voedsel. Niemand zegt dat het jouw schuld is, schat. Ja, maar toch voel ik me verantwoordelijk. Ik ga kijken hoe het met hem is, hoor. Ik ga mee. Gelukkig viel het allemaal wel mee, lieve kinderen. Ik kan echt geen barsje vinden. Maar ik hoorde toch duidelijk krak van onderen. Misschien was het wel de stoel waarop je zat. Dan was hij bijna erheen gezakt. Dan moet het dat zijn geweest. De stoel. Dus toch mijn schuld. Maar daardoor heb ik lekker mijn bord niet hoeven leeg eten. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.